met deze bus, maar morgen rijdt u ook weer. Morgen moet ik ook weer rijden. Ja, en dan rijden we met Arriva. In een nieuw pak. Een nieuw pak. En een nieuwe bus. En een nieuwe bus. Dus ja. Dat zou wel wennen zijn. Ja. Of niet? Maar meestal is het na een dag al gauw gewend hoor. Ja. En laat beginnen morgen? Net na 9. Zo vroeg al? Ja, wel op tijd. Op zondag? Ja. Ja. En ben jij al goed gewend aan de nieuwe route? Naar het station toe? Ja. Dat is maar eventjes. Ja, inderdaad. Het went dan heel snel. Ja. En je rijdt nog alles een keer. Dus, ja, hoeveel keer rijdt per dag? Ja, dat is verschillend qua lijnen dat je zit. Wat we sommige lijnen dan. Ja, dan kom je toch nog wel eens een keer langs dezelfde kant. Dus, ja. En u bent al lang in dienst? Ja, ik zit... Bij Violia? BBA. Eerst BBA nog? Ik zit 31 jaar. Oh, 31 jaar. Zo. Heb je al veel kilometers gereden? Jawel. Ja. En altijd in de stad? Altijd op stadsdienst, ja. Dus niet buiten aard, niet naar plaatsen, dorpen niet? Nee, in het begin zal wel eens versterken en zulke dingen, maar nooit echt een dienst op de streek. U hebt nog met de oude bus gereden van de BBA? Jawel. Ja? Dat was de oude spul. Nou, van de jaren 50. Dus ja, toen gingen ze wel langer mee als nou, hè? Ja. Maar hoe oud is deze bus nou? Deze zijn een jaar of 7, denk ik. Oh. En wat gaat er mee gebeuren? Ja, dat is allemaal geleased, hè, dus... Dat is geleased. Dus dat gaat weer naar een ander bedrijf, waarschijnlijk. Ja. Maar niet in Nederland waarschijnlijk, of wel? Nou, dat kan wel, hoor. Ja? We zeggen, we kunnen nog wel even mee verder, natuurlijk, hè. Ja. Dus, deze... zit 550.000 kilometer op, dus... 550.000, ja. Dus er zit er nog wel wat bij, ook, hoor. Zo. Ja, gisteren reed die oude bussen, hè? Ja. En zijn ze nog te zien of niet? Nee, niet. Staan ze op station of niet? Nee, het was alleen maar gisteren. Oh. Nee, maar staan ze er wel om te kijken? Nee. Dus, ze worden nou weer gepoetst, denk ik. Ja. Dat is wel een leuke titel, hè? Houden we bedankt, hè? Houden we bedankt, omdat we wel zo net. Ja. Het is die drugs, hè? Ja! Zo af en toe is, hè? Ja. Dan komt ineens alles eraf op erop. Ja. En dan is het. Dan is het even druk, maar. En waarom is er niet genoeg plaats voor Arriva? Rijden er meer bussen? Ja, die. We hebben straks geen geleden bussen zijn er niet meer. Oh? En er zijn er meer 12 meter bussen. Dus dan hebben ze meer plaats nodig. Dubbele. Ja, maar dan allemaal los. Oh, ja. Ik wil zeggen, die harmonica bussen die hebben we direct niet. Ja. Ik maak er een leuk filmpje van. Want, wel dat leuk. Ja, veel op historie, hè? Er zijn er veel vandaag aan het fotograferen. Ja, want, toch? Jawel. Dat is heel leuk. Kunnen we opslaan in ons archief, hè? Ja. Maar tussendoor wel pauze, toch? Jawel. En laat ben je nog een midden klaar? Kwart over 4, maar ik heb nu pauze. Oh, je hebt nu pauze? Ja, ik stap nu even. Komt er een collega deze bus. Ja. En Steven gaat nog lang hebben die overwege een chipkaart, hè? Ja, de kaart is afgelopen, hè? Ja. Tenminste afgelopen. Bijna. Ja, we krijgen toch stilletjes nog steeds meer kaartjes weer. Dus, ja? Ja. Ja. Maar ja, acties met kaartjes is op zich altijd leuk. Ja. In het verleden ook altijd mensen getrokken. Dus. Perfect is mijn check. Niet vergeten. Houden we bedankt. Misschien nog wel. Ja, dank je.
ik dan maar even pauze aan. Ja, dat is een klopt, hè. Op een liedje. Ja. Het is zeg maar een kwartiertje en dan een minuut of 7 of 8 looptijd, zeg maar. Ja? Waar loop je dan naartoe? Helemaal aan het eind van het perron hier. Ja, uiteindelijk. En dan naar beneden. En dan weer bij de kantine. Ah, ja. En dan staat de koffie klaar. Ja, dat wel. Ja. En dan zo uit de automaat vallen. Ja. Oh. Ja. Daar staat hier aan de voorkant van het station. Aan de voorkant van het station? Ja. En hier ga ik naar de andere kant hier. Dan zou je van daaruit kunnen lopen. Aan de voorkant van het station. Misschien toch even graag even wandelen. Ja. En hoe laat ben je nu afgewerkt? Ik kom nu om 4 uur ongeveer hier op station en dan ben ik klaar. Dan ben ik klaar. Dus dat is wel een redelijke tijd. Ja. Ken je wel als chauffeurs? Ja, in principe wel. Ja. Maar waarschijnlijk allemaal niet met naam. Nou, de meeste wel hoor. Ja? Ja, wel. Ja. Ja. Ja, natuurlijk zeker als je zo'n lange diensttijd hebt. Hè? Ja, en er zijn er best veel die er al lang, best een lange tijd zitten. Hoor. Dus, ja. Ja, en je komt ze nog wel eens tegen, hè? Ja, dat zeker. Ja. Ja, denk je met personeelsfeesten en zo, maar heb je niet zoveel? Nee, dat hebben we niet zoveel meer. Nee. Dat is overal een beetje na, denk ik. Ja, denk ik het ook, hè. En de kerstgasificatie? Nee, kerstpakket. Kerstpakket, ja. Ja, ja. Altijd leuk. Ja. Dus we hebben er nou nog gauw een gehad van Julia. Oh, afscheid. Ja. Je woont zelf ook in Breda? Ja, ik ben zelf ook in Breda. Echte Breda? Ja, 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 ja. De boeren en getogen. Ja, ik ken de stad wel goed. Jot? Ja, het is wel sinds je op de bus zit, kom je natuurlijk op plekken waar je vroeger uitloopt. Ja. En het verandert ook nog alles wat, hè? Die zijn eigenlijk maar weinig haltes, hè? Qua station en de Vlaszak, hè? Dat is, ja. He? Maar ja, er is, zit verder ook niet veel tussen, maar voor de mensen eigenlijk. Hè. Nee. Nee. Nou, dat weet ik ook. Ja. Als mijn klokje het goed doet, dan duurt er maar 4 minuten over. Station Vlaszak. Ja, ja, ja. Ja, het scheelt natuurlijk wel eens wat mee of tegen. Ja, natuurlijk stop ik. Ja, de bussen waren aan het aanrijden, zei ze. Ja, ik hoorde het daar straks zeggen. Ja. No. Ja, morgen moeten ze er allemaal staan. Dus, ja, maar de wisseling, hè? Ja, met deze bussen moeten we weer gelijk weg. Ja. Dus, ja. Wat een organisatie. Ja. Nee, het wordt er stil een beetje druk overal. Ja, inderdaad. Nou. Weer bedankt in houden. Oké, graag gedaan. Hey, houden we bedankt. Houden we bedankt. En we zien elkaar misschien nog wel. Ja, dank je.